Kijk, daar komt Klaas, ja, een lange gebak. Ik was eventjes naar de bakker. Ik moest even afscheid nemen bij de bakker. Ja, dat zal denk ik niet meevallen. Nee, dat viel allemaal hartstikke tegen, want het is 47 jaar. Ja. Ik kom hier al eigenlijk 50 jaar met vader erbij. Dat is lang hoor. Ja, dat klopt. Ja. En dan doet het pijn. Maar het moet een keer. Ik kan het niet meer volhouden, dus ik moet gewoon op. Ik val niet meer. De lengte vandaag omhoog vinden. En jij ook, hè? Want hoor eens even, dan gaan we toch. Tuurlijk. Even een wens. Ik heb hier gehad hier in Beuningen. In de Venten met mijn vader. Bedankt weer, tot ziens. En er waren wat Venten met mijn vader. En het was zoveel sneeuw en zo glad. Dan hadden we zo'n ventwagentje aan. Hè. En op Venten gingen we dus. Ik ging aan de ene kant, mijn vader aan de andere kant. En het was zo glad, ik lees onder de bank. Oh, en toen zei vader en de klant stond te zeggen, wat doe je? Ik zei, ik lig er helemaal onder. Tja, in één keer, zo gaat het. Zo. Ik ken zoveel leuke dingen die er. Ja, dat is al dat, ja. Ja. Vier jaar. Dat kan niet anders, zo'n lange tijd. Hij 50 jaar niet mee. Ja. Dat weet ik toch nog. Kun je veel Beuningen beter als Spakenburg? Dat ken ik ook nog. Ik ken meer mensen hier als thuis. Ja, dat zal. Onbestelbaar, ja. Je kunt niet geloven, maar ja, dat is zo. Ik was hier als kind zijn dan. Ja, ja. Ik was 12 jaar, toen was ik hier al. Kijk, met mijn vader. En dan ging ik mee met vader. En toen had ik 15 jaar. Dus ik ben nog weer weg. Dat is altijd hetzelfde plekje. Altijd hier. Altijd hier op de hè? Nee, ik ben nooit meer weg. Dat ook niet. Ik kom een heel nieuw team. Dat vliegt voor mij. Als het gezellig is, en dat was het. Daarom is het zo moeilijk als het weg. Dat zal best wel, ja. En koffie heb ik altijd voor de bakken gehad. Ja, mooi. Ja. Zo mooi. Ja, ja, dat is waar. Altijd gebleven en in Beuningen, daar horen ze waar jij woont. Ja. Bedankt weer voor alle jaren. Ja, dank je. En misschien zien we komen. Ja, wie weet. Harde werk op. Ja, jullie zien we nog. Dat is de nieuwe hoor. Dank u wel. Hallo. Doei, tot ziens. Ja, dat mag ik. Ja, dat mag ik. Dus houdt ze ook met kruiden? Ja, dat mag. Nee hoor. Ik zeg een mooie opname. Ja. 4,25. Ja, leuk. Leuk. Tot ziens. Ja, nee, tot ziens. Zeg. Tot ziens. Ja, tot ziens. Tot ziens. Ja, tot ziens. Ja, ja, van u ook, hè? Ja, dat kan wel best. Ja, we hebben nog hele fijne jaren. U ook wel. Ja, we zullen hopen dat we een pakken niet mogen. Ja, dat is natuurlijk van achter toe. Ja, ja, daarom. Hallo, kom ook afzetten. Ja, ik mag even gedag zeggen hoor. Ja, leuk hoor. Ja, leuk. Na al die jaren. Oh, mens. Alsjeblieft. Leuk. En maak jullie een hele goede, gezonde toekomst. En bedankt voor de heerlijke vis. En ik kom er graag een keer weer een nieuwe opvolger. Ja, dat komt niet meer. Het blijft allemaal hetzelfde. Ja, dat heb ik gelezen. Ja, en alles blijft hetzelfde. Ja, dat kan niet meer. Proostek dan. Ja, geniet van jullie toekomst. Het beste en bedankt. Hè? Ja. Klaas. Zo. Goed zo. Hallo. Ik kom ook even een handje geven. Allerbeste en geniet van een nieuwe toekomst. We zijn vele gezonde jaren samen. Ja. En jij ook nog. Ja, graag. Ik zie je nieuwe opvolger. En de nieuwe opvolger is er aan. Dus, komt helemaal goed. Komt helemaal goed. Zeker. Ja. Ja. Ik ben hier gekomen met mijn vader. Mijn vader kwam hier, dat was in 1959 was dat. En toen ben ik wel eens met mijn vader mee geweest. En toen was ik 12 jaar. En ik ben nu 62, dus het is 50 jaar dat ik in Beuningen kwam. En in Weert, niet vergeten. En toen ben ik hier gekomen. En toen met gewoon venten langs de deuren. En toen waren de mensen nog arm allemaal. Dus we moesten wel eens mensen helpen om te eten. Maar dat was gewoon, dat deed je gewoon. En toen ben ik dus gewoon gebleven. Maar ik was 15 jaar, kwam ik van school af. En toen ze wilden meekomen, want ik heb het zo druk. Ik kan niet meer alleen daar naartoe. En er was net een knecht ziek natuurlijk. En toen zei hij, nou ga maar mee. En toen ben ik er eigenlijk altijd in gebleven. Dus en toen, zodoende ben ik hier dus al 50 jaar in Beuningen al. En we hebben eerst gestaan daar bij Joop Peuls in Beuningen. En 's morgens in Beurt heb ik aan de postkantoorstraat gestaan. Daar zijn ze later gaan bouwen. En toen ben ik dus op het pleintje erachter gaan staan bij de supermarkt. Dus dat was toen nog geen supermarkt, maar dat kwam ook later allemaal. Dus het is allemaal
gebouwd en gebouwd en gebouwd. Beuningen was nog klein, is heel groot geworden, maar het was heel klein. Ontzettend gezellig, het was echt een leuk, gezellig dorp. Ik moest eerst ook wennen aan de grootte, want ja, dan krijg je veel mensen van buitenaf en die moeten weer aan mij wennen. Maar dat geeft niet, alles is gewend en alles is goed gekomen. En nou, we hebben natuurlijk veel meegemaakt met slecht weer, met komen. En later heb ik hier bij de school gestaan, bij de oude school nog. En we kwamen altijd bij Jacques D. Bij Kessels hebben we altijd geweest, hebben we altijd koffie gedronken. Het was ontzettend leuk altijd. En ja, gewoon altijd heel lief. En nog, we komen er nog altijd en dan komen we bij ons. Dus het is altijd gebleven, al die jaren. Dat is onvoorstelbaar fijn altijd geweest. Want je moet toch opvang hebben als je vreemd bent, zo moet je dat zien. Dat loopt. En ja, in Weert ook altijd, mensen zijn altijd goed voor ons geweest. Zettende lieve mensen, dat is niet voor te stellen. Dat is niet voor te stellen, echt waar. Ik heb het ontzettend altijd naar mijn zin gehad. Hey, ik heb het ontzettend altijd naar mijn zin gehad. Ik heb, het gaat me pijn in mijn hart dat ik op moet houden, maar ik ben voor 5 jaar terug heel ernstig ziek geweest. En dat heeft toch zijn sporen nagelaten. En toen is mijn vrouw meegekomen. Die zei, ik zal je even helpen, een poosje. Maar die is nooit meer weg geweest. Het is altijd zo bloeddruk. We hebben nooit geen tijd gehad om te zeggen, je gaat me niet meer mee. Ze is altijd mee geweest. En mijn kinderen hebben me ook altijd ontzettend geholpen. Want als je kinderen niet helpt en je vrouw niet helpt, kom je niet. Want dit is natuurlijk heel erg druk wat wij hebben. Nu ga ik in de fut. Ik heb besloten om het toch te doen. Het is een hele beslissing, maar ik heb het echt moeilijk gehad om het te doen. En ik zal hopen dat ik dus nu de vrijheid mag ontvangen. En dat het hartstikke leuk mag zijn. Maar dat weten we natuurlijk. Ik heb 1 kleinkind. Februari komt de 2e. Dus dan zullen we hopen dat alles goed mag gaan. En dan mogen we genieten soms van 2 kleinkinderen. En dat is ook ontzettend fijn. Dat is een rijke zegen als je dat mag hebben. Eerlijk zo. Dus we zullen hopen dat het daar helemaal weer blijft. En ja, het afscheid is zwaar. Dat zeg ik nog steeds, het is gewoon hartstikke zwaar. Ik ken iedereen hier in Weert en Beuningen. Als je zo lang komt, heb ik geslachten meegemaakt. En mensen huilen soms, vanmorgen waren de mensen aan het huilen. Dat, omdat ik heel veel met ze meegemaakt heb. Ik ken dus hoe of ze de situaties thuis zijn. Ja, dat is heel moeilijk voor die mensen om mij ook weer los te laten. Maar het is niet anders. Ik heb gezegd, kom eens wel een keertje weer terug. En de opvolgers zijn mijn broer, Jan Koelewijn, zijn vrouw. Rika Koelewijn, haar dochter, hun dochter, Martine en die schoonzoon, Wouter Henk, die komt echt in de buurt en Beuningen. En een meisje, een hulp, Annelien. En dan zullen er ook nog wel andere hulpen bij komen. En ik bedank iedereen hier in Beurt en Beuningen, want het is enorm moeilijk voor mij om afscheid te nemen. En ik wens het nieuwe team dus echt alle goeds toe. Dat ze het ook zo mogen doen als dat ik het gedaan heb. En ook met mijn vrouw en mijn kinderen en mijn hulpen. Want zonder die had ik het nooit gered. Je moet echt goede hulpen hebben en een goede vrouw. Anders dan wordt het niks. Ik wil iedereen bedanken voor het verdere leven. En blijf gezond. En dan zien we elkaar heus een werkje terug. Zal een werkje terug mogen komen, denk ik. Het zal wel lukken. Ik wil alle mensen hier in Beuningen en in Weert vanmorgen allemaal het beste toewensen, want we zijn hier jaren geweest en we hebben altijd met veel plezier en heel veel gezelligheid met elkaar altijd overweg gekund. En het was altijd gezellig en we hebben altijd hele leuke contacten eraan overgehouden. En ook mensen daar al bijna dikke 40 jaar komen, die altijd ontzettend goed voor ons geweest zijn. Nou ja, dat is echt super gewoon. Dat kom je vandaag de dag eigenlijk niet meer tegen. Dus wat dat betreft zullen we het wel ontzettend gaan missen. U ook de beste. Ja, en dankjewel. Dankjewel. En weer zien. Het beste weer. En we zien elkaar nog een keer. Ja, dat hopen we. Dan nemen we er allemaal mee. Dan zijn we er gekeken. Dan zijn we er allemaal nog. Komt goed hoor. Goed deze. Hey, uit Wermeer. Dat is leuk. Kippelig. Hey, dat is leuk. En tot ziens. Hoi. Ik wens jullie nog het allerbeste. Dank je wel. Goeie toekomst. Jullie zijn allemaal gezond. Jij ook, hè? Hou je goed. Blijven zo. Hou eens op. Het beste voor de toekomst. Dank je wel. We zullen elkaar wel een keertje zien. Ja, kom wel. Kom wel een keertje.